Ik ben Allard van Haafden. Ik ben verantwoordelijk voor de supply chain en operations van deze vestiging. We maken grofweg twee soorten machines. Onze hoofdmoot zijn verpakkingsmachines. En verder zijn wij marktleider in het maken van machines waar je lollies mee maakt. En wij maken machines waar je lollies mee verpakt. We leveren wereldwijd alle grote voedingsmiddelenproducenten. Machines zijn hier eigenlijk vrijwel volledig van de EHVS. Het ding moet goed reinigbaar zijn. Je wil, hè, als je 's ochtends je muesli zit te eten, wil je dan niet nog iets vinden van uit een fabriek, van een machine. Dus daar worden wel hoge eisen aangesteld. We hebben een 32 RB variant met een retourtafel eraan. We hebben vooral gekeken naar hoe kunnen we zo glad mogelijk finishen, maar braamvrij. Waarbij we de retourtafel eigenlijk hebben gekocht om ervoor te zorgen dat de machine inzetbaar is voor een heel aantal mensen die rondom die machine heen werken. Afhankelijk van wie er op dat moment het dichtst bij is of wie de tijd heeft, wordt die machine eigenlijk be- en ontladen. Dat is ganz einfach, wenn man natürlich weiß, wie man damit umgeht. Man braucht so schon eine kleine Einweisung und auch mit der Zeit so ein kleines Feingefühl muss man entwickeln. Welche Teile sollen da rein, wie dick die Teile, die Einstellung. Und wenn man da ein paar Wochen Erfahrung hat, dann ist es eigentlich ganz einfaches Aggregat. Wir haben so eine Rückfuhrtafel. Das ist sehr praktisch, das ist top. Ohne die Tafel möchte ich eigentlich gar nicht arbeiten. Und da kannst du allein arbeiten. Da brauchst du keinen zweiten Mann. Und ja, du legst die rein und am anderen Ende kommt die raus. Iedereen kan die machine eigenlijk bedienen. Er is weinig instelwerk aan als jij niet zo'n hele grote variatie hebt in dikte. En daarmee kunnen wij eigenlijk vrijwel iedereen aan die machine laten werken zonder dat we risico lopen dat het product niet op de juiste kwaliteit uit de machine komt. Timesavers heeft ons geholpen met de keuze van welk formaat machine we moesten hebben, maar ook door te kijken van met wat voor borstels gaan we werken, wat voor druk moet die borstels hebben, hoe snel moet een product er doorheen gaan om de finish te krijgen waar het volledig ontbraamd was. Ook de kleinere delen, wat voor ons belangrijk is omdat wij heel veel enkelstuks maken, dus heel veel variëteit hebben in producten. Op dit moment hebben we nog genoeg machinetijd op de timesavers, omdat je simpelweg gewoon heel erg veel achter elkaar kan verwerken. Mochten wij in de toekomst groeien, dan sluit ik zeker niet uit dat we nog een timesavers kopen.